Ik ben Jeroen Zevering en ik ben mantelzorger voor mijn moeder van 76. En tot voor kort was ik ook mantelzorger voor mijn vader, die inmiddels 82 is, maar recent is opgenomen in een verzorgingstehuis. Voor mij betekent mantelzorgen een stukje aandacht voor mijn ouders, in dit geval voor mijn moeder specifiek. En dat houdt met name in het doen van de boodschappen. Een paar keer per week op bezoek. En contact hebben met instanties als ziekenhuis, buurtzorg. Om te zorgen dat de zorg voor haar blijft lopen. Op dit moment kan ik dat goed combineren met mijn werk. Dat komt ook omdat we gelukkig heel veel hulp hebben van andere mensen, bijvoorbeeld uit de kerk. Ik moet zeggen dat in de periode dat het niet zo goed ging met mijn vader, het wel heel erg druk werd. En ik ben blij dat onder meer door steun van een klantregisseur vanuit de gemeente we snel een plek voor mijn vader hebben kunnen vinden. En we zien dat daarna de rust wel weer is weergekeerd. Nou goed, het was, laat ik maar zeggen, gelukkig coronatijd. Dus ik werd gedwongen om vanuit huis te werken. Daardoor kon ik ook wat makkelijker naar mijn ouders toe als dat nodig was. Maar dat heeft wel veel impact gehad, omdat doordat mijn vader dementerend werd, ik veel naar hun toe moest. Omdat hij met name ook midden in de nacht zijn bed uitging. Dat heeft tot gevolg gehad dat ik daar ook een aantal redelijk aantal nachten heb overnacht. Omdat mijn moeder dat niet alleen aankon. Achteraf gezien denk ik dat met name met een mindset te maken heeft van mijn ouders hebben altijd voor mij gezorgd, nu moet ik voor hen zorgen. Ook wetende dat er ondersteuning is van andere partijen. Daarmee is dat uiteindelijk wel gelukt. Niet altijd. Nee, ik heb af en toe wel keuzes moeten maken van ik kan nu even minder aandacht aan bijvoorbeeld mijn gezin besteden of aan mijn werk besteden. En gelukkig is mijn werkgever daar ook heel welwillend in geweest en heeft gezegd van jij moet nu even meer tijd aan je familie besteden. Het inroepen van hulp of is daarbij gewoon heel belangrijk. Dus als ik in ieder geval gemerkt heb dat die balans of dat het uit balans ging lopen. Ja. Er zijn verlofregelingen voor. Dus daar heb ik ook gebruik van kunnen maken inderdaad. Dus en gelukkig is dat heel kortdurend geweest. Dat is een kortdurende verlofregeling. Ik meen uit mijn hoofd van maximaal een half jaar. Maar uiteindelijk heb ik daar maar een paar dagen van opgenomen. Ik denk dat wel een beetje cao afhankelijk is. Dus dit is een afspraak die in de cao is vastgelegd. Ik heb de zorg voor mijn ouders verdeeld met mijn broer. Al is het wel zo dat hij wat verder weg woont. Dus we hebben afgesproken dat hij met name de afspraken tussen zorgaanbieders regelt. En dat ik het financiële gedeelte doe.
Maar ja, omdat ik natuurlijk veel dichterbij woon, ben ik wel meer met de verzorging van mijn moeder in dit geval bezig dan mijn broer, wat voor hem mogelijk is. Heel bewust kijk ik naar wat ik kan qua tijd en mogelijkheden. Dus ik verdeel heel bewust mijn tijd tussen werk, gezin, vrije tijd als sport en de zorg voor mijn moeder. Dus, ik zeg ook wel eens tegen mijn moeder van ik heb nu geen tijd. En dat begrijpt ze gelukkig ook. En gelukkig is ze ondanks haar beperkingen nog assertief genoeg om ook aan andere hulp te vragen. Dus over het algemeen komt dat wel op zijn pootjes terecht. Dat zijn veelal mensen uit de kerk. Soms moet ze naar het ziekenhuis toe. Ik ben niet altijd in de gelegenheid om haar te brengen. En dan kan ze gelukkig wel een ander vinden. Of dat ze met de taxi gaat om naar het ziekenhuis gebracht te worden. Taxi is alleen wel wat lastig omdat ze moeilijk te been is. Dus het liefst heeft ze dan toch wel dat een bekende haar dan brengt. Wat ik wel van verhalen hoor is dat het voor veel mantelzorgers heel intensief is. En ik denk dat het heel belangrijk is dat een mantelzorger ook voor zichzelf zorgt. Dus dat er een balans moet zijn tussen privé en het zorgen voor de ander. En dat kan best lastig zijn, dat snap ik heel goed. Maar anders heb je straks denk ik wel de consequentie dat je er zelf aan onderdoor kunt gaan. Dus zorg voor die balans en schakel hulp in van anderen, want die zijn er zeker wel. Dus zich inschrijven voor de nieuwsbrief Mantelzorg, of heeft u behoefte aan een luisterend oor of contact met andere mantelzorgers, kijk dan op zorgzaam.soest.nl/mantelzorg.